twee politie. Ze zijn bij ons in huis. Ze zijn bij u in huis, in welke plaats? Ja, in Tiel. Ik heb de slaapkamerdeur dicht. Ik zit op een andere slaapkamer. Ik weet niet wat er met een man in de hand is. Mevrouw, mijn collega's zijn onderweg. Uw man is op een andere kamer, zegt u mij. Wie moet er dan binnen zijn? Wordt uw man niet wakker? Dat weet ik niet. Ik hoor de gekomen en ik ben slaapkamerdeur dicht gedaan. Ik hoor er van alles. Deur staat open. Politie! Binnen in het huis in Tiel vindt de politie het levenloze lichaam van de 57-jarige echtgenoot van de vrouw. Guus Vulker is met een steekwapen meerdere keren gestoken en ter plekke bezweken aan zijn verwondingen. 13 december, een onverwachte wending in de zaak, de moordzaak rondom Guus Vulker. Kunt u daar iets over vertellen? Ja hoor, we hebben vanochtend vroeg een 55-jarige vrouw, de echtgenote van Guus Vulker, aangehouden. Op verdenking van moord, dan wel doodslag. Hoe zijn jullie gekomen tot deze wending? We hebben volop gerechercheerd. Er zijn vele scenario's opengehouden, bewust natuurlijk. Dit is een van de scenario's. We hebben veel bewijslast kunnen verzamelen. En tot vandaag bleek dat genoeg voor de officier van justitie om toestemming te geven tot de aanhouding van deze vrouw. Jullie hebben onder andere opsporing verzocht, ingezet als hulpmiddel om te komen tot allerlei tips. Heeft dat bijgedragen tot aan de aanhouding van vandaag? Nou, en in dat opzicht heeft alle aandacht natuurlijk bijgedragen. Want op die manier vergaren wij ons bewijslast ook. Dat is niet alleen papieren, recherchewerk, maar zeker ook via media, zeker ook via tips. Het is niet concreet één tip geweest of zo die ons op dit spoor heeft gezet. Maar de uitkomst eigenlijk van het gehele onderzoek tezamen, dat de bewijslast heeft kunnen verzamelen. De vrouw is nu in hechtenis. Wat zijn de vervolgstappen? Nou, op dit moment wordt de vrouw verhoord. Dat zal niet bij één keer, neem ik aan, blijven, maar dat kunnen ook meerdere keren zijn. De vrouw krijgt daar een kans om haar kant van het verhaal te vertellen. En uiteraard gaat het onderzoek ook verder. Nu is eigenlijk een hele belangrijke stap in het onderzoek gedaan. En vanaf dit moment wordt het natuurlijk voor de rechercheurs zaak om die bewijslast rond te krijgen. Om meer bewijslast te vergaren. Of misschien levert, we kunnen ons voorstellen, bijvoorbeeld een wending zou kunnen zijn dat het verhoor een andere mogelijkheden weer opbrengt. Verwachten jullie nog meer aanhoudingen? Op dit moment concentreren wij ons op de aanhouding van de vrouw. Daar zijn we nu de voorbereidingen voor het verhoor aan het treffen inderdaad. En kijken wij nu eerst hier wat we hier hebben liggen met al deze bewijslast. Maar uiteraard, het rechercheteam zit nooit stil. Dat wil zeggen dat nog steeds alle scenario's worden onderzocht om die bijvoorbeeld uit te kunnen sluiten. De bewijslast, waarom deze vrouw is aangehouden, kunt u daar iets over vertellen? Nee, daar kan ik inhoudelijk niet op ingaan. Er was voor de officier van justitie voldoende bewijslast in ieder geval. We kunnen dat niet vertellen. Dat is informatie, omdat wij in dit soort onderzoeken dat het liefste natuurlijk horen van verdachten zelf, even in het algemeen. Als verdachten dit zelf vertellen, dan is dat voor een rechtszaak veel meer waard dan dat het al in media naar buiten is gebracht. Je kunt zich voorstellen dat anders verdachten minder straf zouden krijgen dan als het al naar buiten is gebracht. Dus dat moeten we even tot ons houden. Dan gaat het dus om daderkennis? Dan gaat het inderdaad om daderinformatie. Informatie die de verdachten eigenlijk alleen kunnen weten, en de politie natuurlijk via goed onderzoek. Maar die informatie is cruciaal in zo'n onderzoek. Jullie hebben lang gewacht totdat deze mevrouw werd aangehouden. Kunt u aangeven waarom dat zo lang heeft geduurd? Je kan in Nederland niet zomaar iemand aanhouden. Daar heb je echt genoeg bewijslast voor nodig om toestemming te krijgen van een officier van justitie. Dus het onderzoek heeft de afgelopen weken, inderdaad het onderzoeksteam heeft erg hun best gedaan om die bewijslast rond te krijgen, zodat de vrouw aangehouden kon worden. Jullie waren nog op zoek naar het moordwapen. Is dat inmiddels gevonden? We hebben het steekwapen nog steeds niet gevonden, nee. Dus dat betekent dat jullie daarna nog op zoek zijn. Zijn er nog andere vragen die openstaan bij jullie? We hebben in media ook twee mannen opgeroepen zich te melden die gezien zijn. Die vraag staat nog steeds open. Mochten die mensen zich willen melden, nodigen we deze personen uiteraard uit om zich te melden bij de politie. Andere tips die binnengekomen zijn naar aanleiding van de uitzending op Opsporing Verzocht. Kunt u daar nog iets over vertellen? Nou, als mensen iets weten over deze zaak of de politie iets willen vertellen, kan dat altijd. Ten alle tijde is het team beschikbaar om met mensen die tips hebben te praten. Het kan ook anoniem via 0800 7000 of via het rechercheteam te bereiken via het nummer 0900 8844.
Tot zover Stadstv Tiel Actueel. Hebt u voor ons informatie? Laat het ons dan weten. Dit kan via mail info@stadstvtiel.nl.